Dag dames en heren, we zijn in Ruddervoorde voor Ruddervoorde Koersen. Een van de weinige kermiskoersen nog op de drukke wielerkalender. Met toch twee opvallende namen aan de start. Sepp van Marke en Nicky Terpstra. Twee pechvogels uit het voorjaar. Ook voor Nicky Terpstra is het gewoon aanschuiven om in te schrijven vandaag. Ik ben hier om koersritme op te doen. En, ja, in de kermiskoers wordt altijd hard gekoerst. Het is mooi weer, dus ik heb er wel zin in. Na zijn val in de Ronde van Vlaanderen maakte de Nederlander vorige week zijn heroptreden in de Vierdaagse van Duinkerke. Juni en juli worden heel belangrijk voor de Nederlander. Alle kampioenschappen, de Tour. Ik rij in juni ook wat mooie wedstrijden, dus druk zat. Wie ook droomt van de Tour is Timothy Dupont, hier aan het genieten van een ijsje net voor de start. Dupont was vorige week nog goed voor een handvol ereplaatsen in de Vierdaagse van Duinkerke. Oh, dat is voor niemand van de ploeg, zeker. Enkel alleen voor Leo Martin. Maar ja, we zullen zien, meestal moet er toch meer dan één sprinter mee, dus dat is wel een goed teken voor mij. Maar jij wil er absoluut bij zijn, neem ik aan toch, hè? Ja, sowieso. Als je ziet, vorig jaar denk ik dat ik 9 keer top 15 gereden heb. En ik zou toch wel iets beter willen doen nog. Sepp van Marke zien we voorlopig niet meer in de Tour. Na zijn tumultueus verlopen voorjaar mikt hij op andere doelen. Belgisch kampioenschap, hoe belangrijk is dat voor jou? Een kampioenschap is altijd heel belangrijk. Iedereen wil graag met die nationale trui rijden. Ik ben een paar keer dicht geweest. Het is nog nooit gelukt en ik hoop wel ooit in mijn carrière met die Belgische trui te kunnen rondrijden. Dus elke kans dat zich voordoet, ga ik nemen. En nu is Gent ook een parcours die voor iedereen mogelijk is, dus ook voor mij. Corendon Circus heeft er met Mathieu van der Poel al een boerenjaar op zitten. De Nederlander trouwens ex-winnaar in Ruddervoorde. Maar vandaag staat hij niet aan de start. Ploeggenoten Jonas Rikaert en Stijn de Volder wel. Ik heb 2 weken eigenlijk echt last gehad van mijn vinger. Daar echt hard op gevallen op trainingskamp. En ik heb er ook moeten door opgeven in Duinkerke. En daarmee is nu wel goed om nog een paar koersen mee te pakken. Jouw doelen dit seizoen, waar liggen die nog? Eerst en vooral het BK natuurlijk. We gaan proberen goed te zijn en ja, dat zien we wel. Weet jij wie in de gaten te houden vandaag? Steen Steels, 1 naam. Waarom? Hij is enorm gemotiveerd. Ik ken hem. Ik ga er dikwijls mee gaan trainen. Gisteren ook mee in de Carlito gaan eten. Dus hij zal er niet ver van zijn vandaag. Ik denk dat het eerder omgekeerd gaat zijn, want dat is hier voor Jonas een heilige week met Ruddervoorde en Marcel Kind. Maar normaal rijd ik hier altijd wel goed. Ik ben eigenlijk altijd mee met de vlucht, vorig jaar 2e. Dus normaal is dat wel een koers dat ik echt wel altijd goed ben. Maar dan zullen ze wel moeten afrekenen met het blok van Sport Vlaanderen. Met 21 staan ze aan de start in Ruddervoorde. Ik denk gewoon dat we altijd vooraan moeten zijn met elk groepje, minstens 2-3 man mee. Met 22 man, het is eigenlijk klein voor te winnen, anders is het niet goed. Alles minder dan de zege is dan niet goed genoeg voor jullie? Ja, dat zal zeker zo zijn, ja. Het zou de eerste zijn van het seizoen wel, hè? Ja, klopt, ja. Dus er staat wel degelijk iets op het spel voor jullie? Ja, tuurlijk, ja. En ook ja, die kermiskoersen, zeker in Ruddervoorde, staan altijd met de voltallige of een sterke ploeg aan de start. Dus het zal zeker taak zijn van mee te zijn. En ook voor de kleinere ploegen is dit een heel belangrijke afspraak. Wel ja, het is een van de mooiste kermiskoersen, vind ik. Ik heb hier al de voorbije jaren altijd top 10 gereden. Dus ja, het is een wedstrijd die altijd goed gelegen is op de kalender. En ik start wel met ambitie. Volhuis in Ruddervoorde, dat betekent 175 renners die van start gaan voor 16 ronden van bijna 11 kilometer. We beginnen trouwens met een minuut stilte voor Jarne Lemmens, de 15-jarige renner die begin deze week in zijn slaap overleed. Dit is een ontsnapping van een twintigtal met Sepp van Marke als een van de bekende namen. Voor hem is dit een doorgedreven training. Piet Allegaert, Amaury Capiot en Robbe Gijs zijn jongens van Sport Vlaanderen. Verder herkennen we ook Gianni Marchand, hij heeft er altijd zin in. Benjamin Verhaas is een uitgeweken West-Vlaming. En ook Matthias de Witte maakt deel uit van die grote kopgroep. De Brit Alexander Richardson zit er ook bij. Dat is de winnaar van Puyvelde Koersen vorige week. Stijn Steels was daar trouwens derde.
Na de hergroepering probeert Stan de Wulf uit Stavelen een nieuwe ontsnapping op de been te brengen, maar hij krijgt geen vrijgeleide. En dat is ook het geval voor Maxime van Tomme uit Wervik, de man van Tarteletto Isorex. We zitten ondertussen op iets minder dan 3 ronden voor de finish in een bijzonder snelle koers. Mooie poging toch van Tomme. Een goede 10 kilometer nog als deze achter vandoor gaan. Twee man van Sport Vlaanderen, Edward Plankaert en Kenneth van Rooij, Tom Dernies, Adam Lewis, Gianni Marchand en Stan de Wulf zijn jongens die al de hele dag attent zijn en ook nu weer de sprong meemaken. Kenny de Haas en Arjen Livijns uit Kerkhoven maken de kopgroep volledig. Het ziet er even goed uit, maar in het peloton zit Wanty Gobert op kop. Zij mikken op een massaspurt en zorgen ervoor dat alles weer samenkomt. Maxime van Tomme is op de afspraak vandaag en hij probeert het nog maar eens met een late uitval dit keer. Maar van Tomme krijgt een waakhond van Sport Vlaanderen mee, de grootste ploeg in koers vandaag. Dat kon u al zien en ze maken het ook af. Sascha Wema toont zijn snelle benen en haalt het voor Tim Erlier, een andere Oost-Vlaming. En vooral ook de winnaar van vorig jaar, Alf Dan de Dekker, is derde. Wema's haalt de eerste zegen binnen voor zijn ploeg dit seizoen. We waren met z'n allen, behalve één iemand, want die was ziek. Dus dan is er wel, dan ligt de druk wel hoog voor die overwinningen te halen. Want we waren met 15% qua deelnemers. Dus dan moet de kans wel groter zijn om te winnen. En voor de sponsor is dat ook zeer belangrijk. Tim Erlier, voorlopig nog zonder ploeg, wordt dus tweede. Maar hij voelt zich wat bekocht. Ik heb ben zeker als ze twee keer met mij naar de kant gaan. En het zijn er veel minder al uitgesloten de laatste weken. Maar goed, ja. Ik ben blij dat ik hier terug op podium mag staan. En het zal ook wel vergeten worden. Ik moest tegen de mensen blijven sprinten, want ik wist dat de wind van rechts kwam. Dus ik zat goed verstopt achter de huizen. En ik voelde iedereen komen. Maar ja, je kunt beter de linkse kant pakken, want daar was meer plek. Ik ga natuurlijk niet de deur open doen. Dus ik heb gewoon rechts tegen de hekken blijven sprinten. En ja, ik zag de lijn en ik zeg ja, ik heb hier gewonnen. Hè. Hoe dan ook is dit nog één keer het podium. Sascha Wema's op 1, Tim Erlier op 2 en Alf Dan de Dekker is derde.